Vandaag in deze laatste frits van dit seizoen bij mij aan tafel presentator Bert van Leeuwen. Hij is al 16 jaar het gezicht van het programma Het Familiediner. Bas Muis, presentator hier bij Radio West. En daarnaast is hij druk bezig met het repeteren voor de nieuwe theatervoorstelling In de Vlaamse Pot. En mijn derde gast is een van de knapste mannen van Nederland en daarbuiten veelzijdig acteur. Tycho Gernandt, u kijkt naar Frits. Dag dames en heren, fijn dat u weer kijkt naar de wekelijkse talkshow van Omroep West over politiek, ondernemerschap, kunst en cultuur, entertainment en sport. Kortom, welkom bij Frits. Een introductie heeft mijn eerste gast bijna niet meer nodig, maar als ik toch een van de bekendste acteurs van Nederland mag voorstellen. Een gouden kalf voor beste acteur in Van God Los. Een gouden kalf voor de mannelijke bijrol in Schnitzelparadijs. Dr. Tienes en ook zijn stem is bekend. Jij hebt me de weg gewezen naar een nog nooit ontdekt volkje smurfen. Zij hebben totaal geen weet van ons bestaan. Ik doe zo van en zij doen... Oh nee, klakkebel. En ik doe... En zij doen... Ah, oh, weg, nee, rennen. Jij klein doortrapt genietje. Tycho Gernandt, welkom. Ja, dankjewel, Frits. Ik denk dat er nu mensen thuis zitten die denken... Wat is dat zijn stem? Is hij Gargamel? Ja! Ja, mijn vriendinnetje schrok laatst al toen ik het in bed deed. Ik zei, lieverd, ik hou van jou, wil je een kopje thee? Nee, ben jij Gargamel? Ik ben Gargamel. Paul van Gorkum is natuurlijk onze oude Gargamel. Ja. De bekende stem, die was niet zo blij met mij, hoorde ik. Die zei dat ik hem niet zo goed deed. Maar hij is wat verjongd. Ik heb hem wat jonger gemaakt dan Paul. Maar hij zit toch wel hier? Ja, mooi wel. En volgens mij vind je dat een van de leukste dingen om te doen ook, hè? Naast acteren. Ja, ik vind acteren het leukst. Maar het is wel fijn. Bas kent dat ook wel met inspreken. Ik weet niet, spreek jij ook commercials? Nee, alleen mijn eigen voice-overs van mijn programma. Maar het is leuk om te doen. Het fijne is dat je niet op beeld hoeft. En dat ik met mijn trainingsbroekie, met een paar gympies, gewoon lekker de studio ga. Ja, het gaat over je stem, niet over je uiterlijk. Heel goed. Mijn tweede gast die presenteert sinds vorige maand het Radio West-programma Muis in de Morgen. Daarnaast kennen we hem natuurlijk ook als acteur in Costa, in Voetbalvrouwen. En we leerden hem natuurlijk kennen als Stefano in Goede Tijden, Slechte Tijden. Wat ben jij voor vader, man? Je bent nog erger dan je eigen vader, weet je dat? Maximiliaan, dat was een monster, maar wat hij heeft voortgebracht is helemaal verschrikkelijk. Houd je kop! Ik hoef jou nooit meer te zien. Ik wil jou niet meer als vader. Helemaal nooit meer. Ik ben je vader ook niet. Hoor je dat? Wat wil je nou, jongen? Ik ben je vader niet eens. Je bent mijn zoon niet. Je bent mijn broer. Als Muis. Ja, dat was wat. Dramatisch. Ja. Heel het land zat op zijn kop. Ja, precies. Jij bent mijn zoon niet. Jij bent mijn broer. Ja. 7 seizoenen GTST. Ja, het was een hele mooie tijd. Ja, hoe lang geleden is dat inmiddels? Ik ben in 2005 gestopt met de vaste rol toen. In de tussentijd ben ik nog 2 keer terug geweest omdat er dan iemand overlijdt. Of mijn zoon ging bijvoorbeeld trouwen. Ik mocht het eerste homohuwelijk sluiten op de Nederlandse televisie wat betreft de soap. En dat is heel leuk om zo af en toe nog eens terug te komen. Maar ik ben al een tijdje echt verdwenen. Ja, en zie jij het ook, hè? Want het grote publiek heeft jou natuurlijk wel leren kennen door GTST. Ja, tuurlijk. En zie je dat zelf ook zo als de springplank naar het wereldje? Ja, je zou gek zijn om te ontkennen als dat zo was. Dat heeft natuurlijk wel gebracht waar ik uiteindelijk nu ben. En dan moet je dan wel aanvullen met wat je zelf nog verder kan natuurlijk. Ja. Maar het is een leuk begin geweest, zeker weten. Ja, en inmiddels ben je ook radiopresentator. Daar wil ik straks natuurlijk ook van alles over weten. En dan, als je wat goed te maken hebt in de familie, dan is mijn derde gast dé aangewezen persoon om je daarbij te helpen. Al 16 jaar lang weet hij als geen ander hoe je de vervelendste familieruzies kan oplossen. Hester gaat over een week of 2 trouwen. Ja, het wordt zo geen gezellige dag. Dus dan heb je met je zus geen contact meer, met je moeder, met je broer meer. Geef je een hand? Nee. Ik doe het heel simpel, ik zeg gefeliciteerd allemaal en mijn vrouw slaat zo. Komt de familie nog op tijd bij elkaar? Doe jij nog moeite om het goed te maken op de een of andere manier? En je zit er niet mee? Nee. Nou ben ik er klaar mee. Ja, Bert van Leeuwen,
Ja. Ik zei het al 16 jaar lang het gezicht van het programma Het Familiediner. Ik heb begrepen dat als het aan jou ligt, dat er ook gewoon nog 16 jaar bij komen. Maar zijn er nog wel voldoende familieruzies? Dat gaat gewoon door. Ja. Je zat nog even na te denken over of ik het zelf wil blijven doen. Voorlopig nog wel. 16 jaar weet ik niet helemaal zeker. Maar de aanvoer gaat gewoon maar door. Ja. En zeker de komende dagen weer. En is dat zwaar als presentator? Want het is elke keer ruzie, tranen, gedoe. Nee, dat is niet zwaar. Kijk, natuurlijk, het is heftig, want uiteindelijk gaat het dan best wel om dingen die erg diep zitten bij mensen. Maar ik ben door de jaren heen wel er steeds minder zwaar ingestoken. Weet je, in het begin was het helemaal veel, omdat ik mezelf niet kan voorstellen dat je boer niet wil zien, zat ik aan die mensen te sjorren en te trekken. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, het is jouw probleem. Ja. En ik heb gemerkt hoe luchtiger ik erin zit, het werkt eigenlijk ook beter. Dus ja. ik zal niet zeggen, ik maak mij niet druk om, maar ik ga me niet helemaal, dat ik er niet van slaap of zo. Ja. Wat was je favoriete ruzie in al die jaren? Oh, spannend. Ik heb er veel gezien. Ja, nee, dat is heel dubbel. Kijk, ik maak ook televisie. Dat is ook een de spanning. Hè? Ik vind het hartstikke mooi als broers die 45 jaar ruzie hebben echt gehad, die na 45 jaar weer bij elkaar komen en dan blijkt ook nog om een misverstand te gaan, is natuurlijk fantastisch. Maar qua televisie is het ook wel weer leuk als iemand een beetje heftig reageert. En dat is ook wel weer gewoon leuk. Uiteindelijk zijn wel de leukste ruzies gewoon die opgelost worden. Toch wel? Jawel, ja. Ja. Is er trouwens wel eens een dossier wat je langs hebt gehad dat je dacht van, nou, hier ga ik niet aan beginnen. Dit is te ingewikkeld. Ja, ik zou zeggen bijna de meeste. Oh, ja? Er zijn heel veel aanvragen. Er vallen heel veel dingen af. Kijk, dingen die met incest, misbruik te maken hebben, dat snap je, daar gaan we sowieso niet aan beginnen. Nee. Die man die uit de gevangenis mailde van, ik heb mijn vrouw in elkaar gerost en ik zit nu vast, maar ik wil het wel weer oplossen, moeten we ook maar niet doen. Nee. Kinderen die schrijven, mijn ouders zijn uit elkaar, die doen we ook niet. Maar voor de rest doen we vrijwel alles. Ja, dus er blijft toch nog genoeg over. Ja. Ja. Nou dring je natuurlijk echt de levens van die mensen binnen. Hè? Ja. En ze stellen zich daar dan wel of niet voor open. Ja. En dat is elke keer weer spannend. Ja. Ja. Altijd. En weet jij van tevoren al van, volgens mij, lukt dit wel of lukt dit niet? Nee, ik weet het niet. En de mensen moeten het ook absoluut niet weten dat ik voor de deur sta. Het is wel eens uitgelekt, maar dan hebben ze erover nagedacht. Hebben ze al besloten, als ik voor de deur sta, ik ga het niet doen. Ik heb nog een voorbeeldje van iemand die echt niet wist dat jij voor de deur stond. Okay. Hallo. Bert van Leeuwen. Bert van Leeuwen. Dag. Ik geef je even een hand. Oh ja, ik ken je wel van de tv. Ik heb gisteravond al gezien. Maar dat gedoe allemaal. Ja. Dit wordt vervelend, denk ik. Sandra. Stop. Luister nou eventjes. Ja. Ik wil even wat uitleggen aan je. Ja. Luister, doe even de deur open. Nee, ik doe niet open. Ben gek. Je ligt zelf ook helemaal. Ja, je bent bijna net zo groot als die deur. Ja, maar het is ook de kracht van het programma. Dat meen ik echt. Want ik vind het namelijk echt een heel mooi programma. Juist ook als ze bij elkaar komen. Je gunt ze dat zo ook. Want ik kan er soms ook niet bij. Maar dit is juist de kracht van het programma. Dat ze niet weten dat die komt. Als ze dat zouden weten, dan heb je dit niet. En je wil ook dat hij inbreekt en dat hij het dan oplost. Ja. Dus dat vind ik ook zo sterk. Ja, er is een top 10 van meest gehoorde uitspraken. En een van die uitspraken is van, ik heb altijd gezegd, als die voor deur staat, doe ik niet open. Niet open. Maar daar zit ik toch een beetje te praten. Ja. Dat is ook de kunst een beetje. Ja. En het gekke is dat mensen al 10 of 20 jaar zeggen, ik ben klaar met mijn zus. En dan praat je 10 minuten met ze. En dan blijkt uiteindelijk dat ze eigenlijk helemaal niet klaar mee zijn. Want uiteindelijk willen ze het allemaal dat het opgelost wordt. Ja. Ja, want heel vaak gaat het, als kijker denk je dan, nou, dit gaat toch eigenlijk nergens over. Waarom heb je Bert van Leeuwen hiervoor nodig? Ja. Want, omdat het altijd de druppeltjes zijn die de emmer doen overlopen, waardoor de ruzie ontstaan is. Maar praat je met ze door, dan blijkt toch wel dat het soms tot het eerste levensjaar teruggaat, dat er al dingen niet goed gingen. Toen al was jij mama's lievelingetje en kreeg je dat of dat al. Dus. En houden jullie na de opnames dan ook wel contact met die mensen? Ja, we hebben sowieso onze relatie. Weet je of het goed blijft? Ja, nee, we houden altijd contact. Ik had toevallig gisteren had ik een opname in de buurt hier. En die mensen kwamen naar het diner. En dan spreek ik aan het eind van de dag af met ze. Joh, gaan we jullie even bellen. En we bieden altijd mediation aan, bemiddeling, professionele bemiddeling. Ja. Als er echt gepraat moet worden. En er wordt vaak gebruik van gemaakt. Dus we houden altijd wel contact. En ik moet zeggen, ik ben redelijk makkelijk met het geven van mijn eigen 06-nummer. Dus ik word ook af en toe gebeld.
Ja? Ik heb bij mijn telefoonlijst, ik zet dat FD bij. En is dat dan mee? Omdat het toch weer misgaat? Of is dat om je te bedanken dat het zo goed gaat? We gaan de kerst samen vieren. Beide. Ik heb mensen die na 10 jaar krijgen nog steeds een kerstkaart van. Ze van, het gaat nog steeds goed. Ja. Nou, en dan... Dan houden ze je lekker bij. Ja. Eigenlijk moet er gewoon een nieuw seizoen komen waar je even ook nog een recap hebt dat je terug kan naar de gezinnen. Of dat nog wel... Ja, ja, we hebben dit voorjaar een familie XL gehad. Ja. We hebben mensen teruggehaald van de afgelopen jaren. Dat is leuk om te doen, maar het blijkt dat... Maar dat was iedereen tegelijk, hè? Ja, met z'n allen in een heel groot... En dat is wel leuk, maar de meeste kijkers willen gewoon die spanning hebben van... Ja, komen ze wel. Willen eerst die liefde hebben, ja. Bas, ga je goed met je familie? Ja, het gaat heel goed met mijn familie. Maar echt met iedereen? Ja, met iedereen. Zit er niet nog ik zit terug te denken aan waarom dat programma nou zo succesvol is. En dan kom ik toch echt gewoon bij jou zelf uit. Want als je dat programma door een wat hardere man laat presenteren, dan denk ik niet dat hij zo ver zal komen bij die families als jij nu komt. Je bent gewoon een ontzettend aardige, relaxte, rustige man die het geduld heeft om uiteindelijk zo ver te komen als waar je nou komt. Maar ik denk dat dat de kracht is. Hij doet ook af en toe wel een beetje zijn prima. Ja? En je bent ook psycholoog, eigenlijk. Ja, ik weet niet wat ik allemaal ben. Ik weet wel dat het eerste jaar... Nee, maar ik weet wel, de eerste jaar toen ik het programma begon, dan had ik ook een dagelijks spelletje. En in het begin kenden mensen me niet zozeer van dit programma als wel van het spelletje wat ik deed. En die combinatie was fijn. Ik ken je wel van het spelletje, naar je te kijken en dan kwam je lekker makkelijk binnen. Ja. En ja, dan is het ijs gebroken. En dan, ja, nu is het natuurlijk. En nu is het, ja, nu iedereen bij wie ik nu... Ik hoef niet uit te leggen waarvoor je ben. Komt. En als ik bij de benzinepomp ga tanken, zegt iemand zich verschrikt van kleur. Ja. Je komt er niet bij. Overal. Je komt een kledingzaak binnen om een kobertje te kopen. Ja. En die mensen duiken weg. Mensen met een slecht geweten, die schrikken echt als ik kom. Ja. Ja. Hoe vieren jullie zelf kerst? Gewoon lekker met familie. Ja, familie ik heb 4 kinderen met partners en zo. Die komen allemaal over en zijn thuis. En, ja, Bas? Precies hetzelfde. Mijn moeder is jarig op 25 december. Dus het is altijd feest. Ja. Ja. Ja, nee, dat is altijd goed. En dan is de hele familie er? Nou, dit jaar niet, want mijn jongste broer is met zijn gezin in Nieuw-Zeeland. Dus die zijn er dit jaar niet. En dan mist er toch al meteen wat in de familie. We zijn altijd bij elkaar. En nu voor het eerst eigenlijk niet. Michiel, kerst, is dat familie? Kleine familie. Meestal ben ik in het buitenland. Ik zit meestal nu in Thailand. Ik ga altijd een maand naar Thailand trainen. Ja, overwinteren. Overwinteren. Ja. Maar ik ben nu voor het eerst hier. Het gaat niet zo heel goed met mijn moeder en haar man en mijn broer. Dus ik wil heel graag hier zijn. En we gaan kerstavond met elkaar vieren. Ook. Kerst met de familie. Met de familie, dus. Ja. Want een ander programma wat jij ook presenteert is het Kerstfeest op de Dam. Zeker. Alweer de 7e keer het EO Kerstfeestje in Amsterdam. voor degenen die het niet kennen, dat ziet er zo uit. Jesus, oh Jesus. Vorig jaar, ja. Wat ik nou knap vind van die EO, ja, dank je. Is dat ze elke keer programma's weten te maken waarvan je denkt van, is dat nog wel van deze tijd? Ja. En moet je kijken, de hele Dam staat vol. Ja, nee, dit is echt leuk. Ja, we hebben hem voor dit jaar gewoon opgenomen al. Ja, dus op de eerste kerstdag wordt uitgezonden, 10 december. Maandag. Het was een verschrikkelijke koude zondag met sneeuw en drap. Het is waar wat je zegt. Want zelfs de sneeuw veranderde langzaam in regen. Het was zo koud. Maar ik zag op de monitor, zelfs regen is mooi in beeld. Dus het is hartstikke mooi. Alexander de Busonier komt, Leona Filippo, Dwight Dissels, Doe. Ja. Maar ze komen niet alleen zingen, toch? Nee, het is in samenwerking met het Leger des Heils. Fantastische organisatie die echt zoveel goede dingen doet. En het leuke is, die artiesten gaan een dag meelopen. Die ontmoeten een cliënt van het Leger des Heils. En die treden dan op dat kerstje op de Dam. Speciaal voor die cliënt treden ze op. En je krijgt even een filmpje te zien. Nou ja, iets over het leven van die mensen. Ja, mooi. Nou, gewoon een mooie combi. Ja. Je zei het al, maandag eerste kerstdag, dan wordt het uitgezonden. Ja. Zit je dan zelf ook voor de buis? Of? Weet ik niet of ik echt voor de buis ga zitten. Ik ga of zet je tijdens het diner de televisie aan? Ja, ik weet niet hoe loopt die dag, maar we zitten gewoon lekker gezellig met elkaar. En misschien zie ik een flart, maar ik ben niet zelf dat ik echt voor de buis ga zitten dan. Maar ik ga het wel kijken, ja. Okay. En het is de moeite waard. En volgend jaar? Nieuw programma, Van Harte. Ja, ook toch. Wat is dat voor programma? Vanaf 8 januari, dagelijks programma, dat heet Van Harte. En dat gaat over alles in het leven wat heel breed, wat te vieren is. Ik bedoel, ieders leven bestaat uit hoogte- en dieptepunten. Dit gaat over de hoogtepunten. Bijbels als je bent, 4 uur 4 dagen.
Nou, eigenlijk wel. Ja. 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 Maar het is leuk, want er zijn zoveel verschillende feesten die je kunt belichten. Maar ieders leven heeft ook allerlei dingen waarvan je zegt, hey, dat maakt het nou waard om te vieren. En als er mensen zijn, ik maak gelijk van de gelegenheid gebruik. Ja. Ja, ik heb de komende tijd of jaar heb ik iets, dat is iets heel bijzonders. Dat ga ik nou vieren en dat ga ik op die manier doen. Dan moeten ze eventjes een mailtje sturen naar vanharte@eo.nl. Ook als je 50 wordt. Nou, dat vind ik afgezaagd. Als je gewoon 50 wordt. Maar als je op je 63 je zwemdiploma haalt, of je gaat een geadopteerd kind ophalen, of nog iets gekkers wat ik niet kan bedenken hier. Dus joh, na lange tijd zie ik heel erg naar dat moment uit. Dan willen wij daarbij zijn. Oké. Okay. En dan sturen ze dat naar bert@eo.nl of zo? Nee, vanharte@eo.nl. Kijk, hierbij. Bas, ruim een maand ben je nu iedere ochtend te horen met Muis in de Morgen. Ja. Je ziet er nog best fris uit. Ja, ja, dat vind ik zelf eigenlijk ook wel. Valt het je zwaar of valt het je wel makkelijk? Nee, het is de meest gestelde vraag sinds ik dat ochtendprogramma doe. Maar de truc is natuurlijk gewoon, je moet er wel vroeg in, 's avonds. Als jij om 10 uur op bed ligt, dan kun je er rustig om 6 uur weer uit. Maar je hebt ook net een kleine. Ja, dat is wel het enige lastige. We hebben nu een zoontje van 18 weken. En die huilt natuurlijk ook nog wel regelmatig 's nachts. Maar ja, ik heb het geluk dat mijn vriendin daar vrij veel aan doet. En dan doe ik overdag weer wat meer. Zo, okay, lossen we dat aardig, zo doen we dat aardig. En onze dochter Emma, die is er natuurlijk ook nog, die is 3. En die wordt ook nog wel eens 's nachts wakker. Dus ja, het levert nog wel een slapeloze nacht op, kinderen. Maar gelukkig niet altijd. Want je kan het aan. Ja. Heb je al een moment gehad in een van de uitzendingen dat je echt dacht van, ah, dit was echt gênant? Een blooper of zo? Nee, er is eigenlijk nog geen blooper geweest. Het gebeurt nog wel eens dat ik bijvoorbeeld mijn telefoon niet op stil zet en dat er dan een pingetje binnenkomt. Oh, ja. En dat hoor je dan wel. Maar goed, dat vind ik niet echt een blooper. Wow, dat vond mij, ja. Wat leuk was, vorige week hadden we Joris Putman in de uitzending. Ja, en Joris, oud-collega die vorige week ook bij jou zat inderdaad. Die was ook bij mij in de uitzending. En die vertelde over zijn nieuwe carrière. Hij maakt nu wodka van tulpenbollen. Precies. Nou, dat is natuurlijk uniek. Daar wilde hem voor de uitzending hebben. Maar hij kwam om 7:15 langs. En het ging over wodka. Dus ja, dan moet je ook wodka gaan proeven. En ik had nog niet ontbeten. Dus ik zat daar van die kleine bolletjes weg te tikken. Op mijn nuchtere maag om 7:30 ochtends. En ineens zie ik zo die microfoon. Erika Terpstraatje. Ja. Zo ver was het nou ook nog niet. Maar het kwam in de buurt. En dat zijn leuke dingen. Maar om dat nou een blunder te noemen. Je maakt wel leuke dingen mee. Je maakt leuke dingen mee in ieder geval. Ja. Hoe bereid jij je voor op zo'n programma? Heb je al rituelen? Of heb je bijvoorbeeld een minuut van tevoren, moet je dit doen? Of? Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik probeer het zo los mogelijk te houden. Het is natuurlijk wel een nieuwsshow. We gaan in om het actuele nieuws. En ook eventueel achtergronden daarbij. Dus je moet wel weten waar je over praat. Het moet niet zo zijn dat het nieuws voor het eerst tot je komt. 'S avonds bekijk je al heel veel waar je het 's ochtends weer over gaat hebben. Maar soms zijn er 's ochtends ook weer nieuwe dingen. Natuurlijk, vaak met branden is dat zo. Ja, dan heb je nog geen idee. Maar goed, ja, aan een brand is niet zo heel veel voor te bereiden. Dat brand of dat is uit. Ja, dan gaat het zo. Ja. Hoe ben je? Brand. Die Oscar erbij. Brand. Hoe ben jij achter de microfoon terechtgekomen? Ja, ik had eigenlijk helemaal niet zozeer de ambitie om radiomaker te worden. Ik werd gebeld door Wesk of ik dat leuk vond. Ik ben in Den Haag natuurlijk wel een wat bekender gezicht. Ja. En ze vonden dat een leuke combinatie. Het was wel zo, ik had in deze zomer samen met Loes Luca had ik een theatervoorstelling in het Zuiderstrandtheater. En naar aanleiding daarvan heb ik een uur samen met Tjeerd Spoor, een van de andere radiomakers hier bij West, heb ik in de tram hebben we een uitzending gemaakt over die voorstelling. Nou, dat vond Tjeerd zo leuk dat hij zei van ja, goh, je zou het eigenlijk ook best in je eentje kunnen overnemen. Ik was eigenlijk, overbodig wilde hij ook niet zeggen. Maar toen zei hij van ja, denk je dat je dat zou kunnen? En ja, ik had geen idee, weet ik veel, of ik radio kan maken. Zoals Pippi Lankhuis dan zegt, ik denk het wel, want ik heb het nog nooit gedaan. Gewoon, doe het maar gewoon. Kijk maar of je dat lukt. En daar hou ik wel heel veel van. En duizend poten toch? Ja, van nieuwe dingen doen. Ja. Ja. Nou ja, ik vond het leuk en het werkt. En het loopt en mensen zijn enthousiast over. En de samenwerking met de andere presentatoren? Ja, heel goed. Ik heb Arthur Bordeus en Ivar Lingen heb ik afwisselend naast me zitten. En die lezen dan het nieuws voor. Dat zijn echte nieuwslezers. Maar het leuke is dat ik ook met hen over het nieuws kan praten. Of je het ergens mee eens bent, of dat je het raar vindt, of hoe dat
nou toch zo is gekomen. Je kunt er even zelf je mening of je eigen sausje over gieten. Dat moet je niet te heftig doen. Want anders ga je te veel gekleurd je mening geven. Dat is niet de bedoeling. Maar het is wel leuk om er even op een wat luchtige manier over dat nieuws te praten. In plaats van alleen maar de mensen bestoken met nieuws. Ja, over een luchtige manier met elkaar praten. Het is ook een beetje elkaar uitdagen, zag ik op het internet. Ik weet wat jij bedoelt. Het ging over de sneeuwchallenge. De uitdaging in de sneeuw. Ja. Heb je daar foto's van? Nou, nee, daar heb ik foto's van. Ja. Schitterend. Meesterlijk. Ja, dit moet ik even uitleggen. Dit is niet geschokt. Nee, dit is echt. Dit ben ik niet. Dit is mijn nieuwslezer van Omroep West. Ja. En daar heb je natuurlijk ook mijn foto waarschijnlijk. Ja, die hebben we ook. Kijk, ja, dit ben ik. Die ligt daar. Ja, dan zijn we elkaar aan het uitdagen. Lekker warm. Dit was gewoon bij mij ook. Nee, heel goed. Wat was jij eigenlijk geworden als je geen presentator of acteur was geworden? Dan had ik voor de klas gestaan. Ik deed de opleiding voor een leraar in het basisonderwijs. En dat was ik bijna geworden. Ja. Ja, tot Aalsmeer belde. Wil je een rol komen spelen? We hebben nog een zoon van een crimineel nodig. Ja. Ja. En je bent er geknipt voor. Nou, ja. Dat kwam ook eigenlijk een beetje zo op mijn pad. Ja. Goh, laten we dat maar eens doen. Is dat ooit nog een mogelijkheid dat je zegt, ik ga misschien ooit nog wel eens terug? Dus een enorm lerarentekort, ook in Den Haag en omgeving. Nou, ik geef wel les aan kinderen die op de basisschool zitten. Dat is toneelles en les over het theater. Om de kinderen die daar nog nooit zijn geweest uit te leggen wat nou precies dat gebouw is. Er zijn heel veel kinderen die echt nog nooit in het theater zijn geweest. Ja. En dat vind ik zo jammer. En dan geef je ze daar een rondleiding. En dan geef je natuurlijk ook wat improvisatielessen, wat dan ook. Om even te laten voelen hoe het is om op zo'n groot podium te staan. Maar echt voor de klas zelf, op de basisschool. Het zou heel leuk zijn geweest als ik daar ook nog eens terecht was gekomen. Maar dat past nu echt niet meer met het leven dat ik nu leid. Nee. Wat was jij gaan doen als je niet je huidige leven was gaan leiden? Ik denk dat ik schilder nu ook. Ik denk dat ik was gaan schilderen. Of ik had Tycho's tuinen gehad of zo. Tycho's tuinen? Ja, met mijn handen in de aarde en tuinen maken en met groen bezig zijn. Vind ik zo fijn. Dat kan nog, hè? Dat kan nog steeds. Ja. Bij deze ligt hij vast, Tycho's tuinen.nl. Ja. Wij hebben trouwens ook nog in een film gespeeld samen, Bas en ik. Mijn vader is een detective. Ja. Maar daarom verbaas ik me ook echt wel, Bas. Het zou me niet verbazen als hij zo direct nog maar dan iets vindt binnen het lesgeven. En dat hij, wat je nu doet. Dus je geeft eigenlijk, sta je wel voor die klas en geef je wel dus een les over theater en dingen. Hij is zo'n duizendpoot. Ik schrik af en toe van, kijk tv en dan presenteert hij weer iets. Ik denk, kan je dat ook? En nu radio verbaas ik me ook over. Ja. Grappig, want hij kan ook heel goed spelen. Elke ochtend. Ja. Bert, wat was jij gaan doen als je niet televisiepresentator was geworden? Ik was ook richting het onderwijs aan het gaan. Toen ben ik ermee gestopt. Ik had een schoonmaakbedrijf. En eigenlijk al vrij snel rolde ik in dat rare tv-vak. Omdat ik toen had je nog omroepers. Elke omroep had zijn eigen omroeper. En zo ben ik erin gerold als een bijbaantje. Dat is waar. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja, dan rolt er niet meer uit. Ja. maar ik herken dat wel. Van die hele kleine momentjes in je leven zijn dus best wel bepalend voor de rest welke kant het uitgaat. Ja. Nou ja, je gaat ook weer het theater in, hè? Ja, inderdaad. In februari, in de Vlaamse Pot. In de Vlaamse Pot. Dat kennen we natuurlijk als televisieserie. Ja. Maar nu wordt het een... Ja, we gaan de planken ermee op. We gaan het land ermee in. Toneel. Het wordt een toneelvoorstelling. Ja. En ik speel daarin de rol van Edwin, die Edwin de Vries speelde, van Karel, de man met de krulletjes, weet je nog wel. Man van Monique van de Ven. Wat zeg je? De man van Monique van de Ven. Inderdaad, ja. En dat, het is natuurlijk wel een beetje een erfenis die je overneemt van iemand, want iedereen kent de Vlaamse Pot met die gezichten van toen. Die gezichten zijn er nu niet meer, die worden nu allemaal door andere acteurs gespeeld, waaronder ik dan. Dus dat zal wel even 5 minuten omschakelen zijn als je in de zaal zit. Ja. Maar uiteindelijk, de gekkigheid en alles wat er misgaat. En het grappige van de cast is dat alle hetero's spelen homo-rollen en alle homo's spelen hetero-rollen. Precies. Nou, dat vind ik dan weer leuk. Dat vind jij dan weer leuk. Dat vind ik dan weer leuk. Ja, maar toch een beetje breed blijven. Wij gaan naar Bubbels en Borrels. En deze week een speciale vlog van onze Tom. Afgelopen week sloten wij namelijk met ons team Frits officieel het seizoen af. Na al die afleveringen hard werken verdiende iedereen natuurlijk die werkt aan dit programma voor en achter de schermen een heerlijk diner. En dat deden wij in Noordwijk bij Grand Hotel Huis ter Duin. Ja, deze Bubbels en Borrels is super speciaal, want we zitten hier met heel team Frits. Hey jongens, hallo! Hey! Ja, Mark, jij bent de vormgever van de show. Ja, wat doet de vormgever zo allemaal? Ik zorg ervoor dat het er allemaal mooi uitziet.
Ja. En ik maak de foto's. Is dat nodig bij Frits? Moet er veel bij bewerkt worden? Wel een beetje mijn rots in de branding altijd bij Frits. Echt? Want ja, altijd als ik in de shit zit, dan bel ik jou met tips en tricks. Want ja, jij bent wel de redactieverdette, hè? Ah, wat lief van je. Nou ja, je kunt me altijd bellen, dag en nacht, toch? Ja, nou, de kijkers niet, hè? Nee. Jij wel. Hey, en hoe is het nou om met Frits samen te werken? Nou, na seizoen 10 inmiddels is het een goed gesmeerde motor. Ja? Het gaat, na 10 seizoenen gaat het nu lekker. Ja, hint, jij hebt een beroemd kwastje, want je hebt menig man en vrouw gemakkeerd, bekende zeker. Nederlanders. Wie vond je nou het allerbijzonderst? Toch wel Mark Rutte en Frits. En Frits? Oh, wat en... zeg je dat netjes? Ja, en ik kijk er nu naar uit om Tycho onder handen te nemen. Oh, Tycho Gernand? Ja. Ja, want hier op tafel staat een lekker hapje, maar in de studio, dat is ook een lekker hapje. Ja, hoor. Zeker weten. En in mijn stoel. Ja, Joni, ja... Hoe is het nou om met Frits samen te werken? Ik ben blij dat het seizoen afgelopen is. Ja, ik eigenlijk ook wel. Nee, het is heel leuk werken. Het is heel hard werken. Je hebt heel veel lol, maar het is echt ook wel echt gewoon 10, 15 weken het gas erop. Ja, want wat is jouw rol precies bij de show? Ik ben de redacteur. Dus samen met Frits koppen wij de gasten erin. Mm-hmm. Ik bereid de gesprekken voor. Ik zorg dat er een aantal film- of beeldsuggesties zijn voor de eindredacteur. Ja, en daarnaast doe ik vaak de floor. Ik begeleid de stagiaires. Dus ja, ik heb het gewoon alle druk. En jij bent de regisseur van het geheel. Ja. Ja, hoe is dat om te regisseren? Het is iedere week een feestje. Ja? Het is ook iedere week een verrassing. Want iedere week hebben we hele leuke gasten. En ja, het is echt een heel leuk programma om te doen. Ik zit hier naast de grand vedette van die show. Ach, toen nou toch. Ja. Ben je niet apentrots op dit team? Ik ben apentrots op dit team en ik ben ook apentrots op dit seizoen. We hebben weer fantastische gasten gehad. We hebben weer heerlijke gesprekken gehad. Ja, en dat komt allemaal omdat deze mensen allemaal zo ontzettend hard werken voor de show. Nou, ik had het zelf niet mooier kunnen zeggen. Zullen we gewoon een leuke kerstwens doen en terug naar jou gaan? Het is heel gek, we gaan dan wel weer terug naar jou. Allemaal jongens, ja. Merry Christmas! Merry Christmas! Terug naar mij in de studio. Ja. Dankjewel, Frits. Daar ben ik weer. Ja, meestelijk. Tycho. Ja. Ik kondigde jou aan als een van de knapste mannen van Nederland. Nou. Tom die heeft het al over een lekker hapje wat aan tafel zit. Ik heb een perfecte plaatje. Je hebt hem niet gewonnen, maar heel veel mensen vinden wel dat jij dat bent. Nou, dat weet ik niet. Dat weet je wel. Nee. Ik krijg juist vaak hele andere dingen te horen. Bas heeft het wat makkelijker dan ik, denk ik, wat dat betreft. Nee, ik heb een boeventronie, maar ik heb wel veel energie en een uitstraling. Dat is mijn mazzel, denk ik. Ja, maar een boeventronie inderdaad met heel veel energie. Want je hebt in heel veel films gespeeld, heel veel verschillende films. We hadden het er net al even over, je leent je stem ook regelmatig aan animatiefilms, maar ook aan commercials. Welke stem, behalve die van Gargamel, kennen mensen jou van? Ja, dan zijn het veel commercials. Ja. Maar mag je merken noemen? Ja. Gaat iets kon, je voelt het verschil. Zodat je toch nog een fijne avond hebt. Ja. Ik doe er heel veel, maar ik doe ook... kinderstemmetjes doe ik zo. Ja. Dus ik doe heel veel stemmen. En ik doe het ook in het acteren, want ik vind het leuk, ook in de rollen ook die spelen waar ik prijs heb gewonnen. Nee, niet omdat je de prijs mee wint, maar dat is alleen maar een leuke bijkomstigheid en heel erg tof. Maar ik wil veranderen, ik wil ook altijd een stem aan een karakter geven. En dat doen veel acteurs niet. Het is vaak de acteur in een ander pakje. En ik vind het heel leuk om ik mag nu veel in het buitenland werken. So I really talk like that, English. A lot of different slangs, or talk American like that. So ik wil altijd transformeren, maar ook met mijn lijf, mijn loop en met taal. Ja, en dus ook met je stem. Ja, en met mijn stem. Ja. Nou zeg je, ik heb een boeventronie. Ja, je speelt regelmatig natuurlijk van die ruige rollen in films. Een van de meest opvallende daarvan was natuurlijk toch wel van God los. God los. Ja. Zullen we nou even kijken? Michael. Ik zat nog op school toen ik hem leerde kennen. Laat er even op van me. Wil je nog eens een keertje wat voor me doen? Ik vond het wel iets hebben. Ben ik soms niet mooi genoeg? Maar jij bent Maaitjes vriendin. Nou en? Ik denk dat mijn minder aantrekkelijk wil. Als je beseft, hè. Twijfel risico liep, jongen. Die pak kuts aan. Ja,
Dit is een rol waar je ook prijs voor hebt gekregen. Ja, ja, ja. Past dat makkelijk bij je, dat stoere, dat ruige? Ja, ik denk wel dat je als acteur kom je in bepaalde... Ik heb één keer in mijn leven een kind op mijn arm gehad in Eilandgasten als vader. Ik ben niet een man die je snel cast als lieve vader. Ja. Ik zit vaak toch in de hoek van, hey, wat wil je nou? En dan pak ik een pistool of een mes of ik sla in elkaar. Of ik, ja. Maar ik probeer het wel altijd uit pijn te doen, uit liefde. Dat vond ik mooi bij Van Gogh. Wat bedoel je daarmee, uit pijn, uit liefde? Dat je agressie speelt vanuit verdriet. Dus dat ik het niet één op één boos wil laten lijken, want dan is het zo simpel. Bij Van Gogh sterf ik aan het einde in de film. En je hoort de hele zaal, oh, ze vinden het eigenlijk jammer dat de grootste moordenaar van Nederland doodgaat. Sympathie voor gekregen? Dat vind ik mooi, ja. Ik vind dat je wel van me moet houden als karakter. Ja. Dus Heb jij ook dat je het liefst... veel acteurs die zeggen altijd, ja, ik ben liever een bad guy dan een good guy. Ja, en als je eenmaal de bad guy bent, is dit ook wel erg leuk om af en toe de good guy te spelen. Want ik speel in Dr. Tienes natuurlijk aan een man die altijd in de war is en niet weet wat hij moet zeggen. En als er iets gebeurt, dan gaat hij rennen. Ja. Dus dat is een totaal andere rol. Ik blijf meteen hangen in mijn stotter die ik altijd bij hem maak. Dat is de eerste rol waarin mijn moeder trouwens zegt dat ze me leuk vindt om naar me te kijken. Ja? Ja. Dan gaan we je moeder een plezier doen. Dan gaan we een klein stukje kijken. Wat fijn. Waarmee kan ik u helpen? Nou, het zit zo. Ik heb het even opgezocht. En het zouden verschillende dingen kunnen zijn, maar het zou ook iets dodelijks kunnen zijn. En ik wil dat er naar gekeken wordt. En u bent mijn dokter, dus nou, hier ben ik dan. Wat scheelt eraan? Ik heb een bultje op mijn scrotum. Een bultje op je scrotum? Ja. Goed, dat zal waarschijnlijk gewoon een kieste zijn of een waterzakbreuk. Het is helemaal niks om je zorgen over te maken. Nee. Wilt u er nog naar kijken? Kant van mijn vak, waar ik nooit zo dol op ben geweest. Gaat u het dan aanraken? Dat is waarschijnlijk erger voor mij dan voor u. Weet u wat, ik denk er nog even over na. Misschien kom ik een andere keer wel terug. U heeft het waarschijnlijk ook hartstikke druk. Dank u wel. Fijne dag, dank u wel. Wat ik zo heerlijk vind aan deze rol, is dat je daar inderdaad heel anders bent dan in al die andere rollen. Ik speel een kind, een groot kind. Ik heb in mijn hoofd altijd een kind. Voor hem is alles glas. Wauw, dat is mooi, nieuw. Alles is nieuw. Heel vermoeiend. Het is heel vermoeiend te spelen, omdat je de hele tijd open staat als een soort kind. Ja. Maar het is heel fijn om te spelen, om zo weg van jezelf te gaan. Ja. Het is een succes, Dr. Tienes. Ja, ja. Komt er nog een nieuw seizoen? Daar wordt nu over gedebatteerd. Okay. Het gaat nog steeds. Het wordt heel goed bekeken, maar het is nu even kijken of alle acteurs en iedereen wel op zijn plek komt en samen kan komen. Ja. En, waar ben je dan nu mee bezig? Ik ben nu in een Amerikaanse serie aan het draaien in Budapest en in Luxemburg. Een Amerikaanse serie? Ja, ik kan er niks over zeggen. Het is voor een bepaalde omroep zeggen. Nee, ik mag helemaal niks zeggen, dat is zo stom. Ik mag gewoon niks zeggen. Ik ben even al veel even te ver een klein beetje gaan. Dat we het begrijpen. Maar ik zit op een paard en ik slacht iedereen weer af. Mijn moeder zal niet trots zijn. Dat is zo. Ja. Dat kunnen we in Nederland ook uiteindelijk. Dat wordt binnenkort in Nederland de over 2 jaar. Als je een abonnement op Netflix hebt. Wie zijn dat? Hoe beslis je eigenlijk of je een rol wel of niet neemt? Dat klinkt heel rijk. Want in Nederland werkt het vaak niet zo. Want je krijgt wel wat centjes als je mij neemt in een film als hoofdrol. Vanuit het filmfonds. Maar in andere landen is het zo dat als grote artiesten ja zeggen op een film, acteurs, dat ze daarmee meteen heel veel miljoenen meenemen. Dat is in Nederland dus niet. Dus het is niet voor het uitkiezen. Nee. Ik sla wel rollen af, omdat ik weet dat het niet mijn ding is. Maar, nee, precies, want dat eerste is natuurlijk de financiering, maar het tweede, hè, of het wel of niet kan, maar het tweede is ook van, als je nou een script leest, weet je dan meteen van, ja, dit wil ik? Of, ja. Ja, maar gek genoeg weet je, het was eigenlijk de eerste draaidag. Ik weet niet of Bas dat ook heeft gehad met acteren. Ja. Dat de eerste draaidag voel je aan zo'n crew en cast. En als het script ook al goed was, dan voel je op die dag, maar we zijn iets goeds aan het maken. Maar als dat niet zo is, dan ben je dan ga je vechten. Nee, dan is iedereen onbewust bezig om die tweede dag dat gevoel te krijgen. En dan kan je soms 3 maanden over doen en hoop je dat er een heel mooi product uitkomt. Soms werkt je 3 maanden, voelt het heel erg goed en dan klopt het ook. En soms voelt het niet goed of minder dan als het echt zo euforisch voelt. Ja. Maar er kan nog heel veel gebeuren in de montage en met editing en muziek. Die is ook heel belangrijk. Wanneer had jij dat euforische gevoel op de eerste draaidag? Voetbalvrouwen. Ja? Nou ja.
dat is ook daar mooi. Zat ik wel aardig op mijn plek met mijn lange haar en mijn voetbalachtergrond. Ja. Het slaan van vrouwen, ja, dat zit toch in mijn bloed. Hè. Dus dat, dicht bij jezelf. Vond ik zo leuk, jongen. En geweldig. Ik trap alleen kleine kinderen van hun fiets. Ja. Dat is het enige wat ik doe. Eigenlijk iets wat je dan... Dan moet je toch eens een vriendin gaan houden. Dat is toch leuk, ja. In een interview met de FIFA, wie kent het niet, heb je gezegd, acteren is ook een soort vluchtgedrag. Ja, want als ik actie hoor, dan, ik weet niet hoe dat bij jou is nu aan tafel, maar als ik actie hoor, dan zit ik toch in mijn kokonnetje. Met mijn medespelers of met mijn, maar dan is voor mij, ik noem dat altijd het wit. Ja. Alles is wit, dus als de regisseur wil dat ik ga vliegen, kan ik ook vliegen op dat moment. Dus het is ook een soort, als je hoofdpijn hebt, ik heb soms wel eens heel erg hoofdpijn, je hebt heel erg, ik ben niet iemand van migraine, maar als ik heel erg hoofdpijn heb of ik heb mijn enkel verstikt en die zit in verband en ik hoor actie, dan kan ik gewoon rennen. Ja. Dan heb ik nergens last van. Daarna zak ik in elkaar en zeg ik, dat heb ik nou gedaan, ik heb pijn in mijn enkel. Maar dat, tijdens het werken zelf ben je in een soort, het is een waas, je kent het ja, ook. Ja, het is net als je bijvoorbeeld een dag echt heel erg griep hebt en je moet toch gaan draaien. Ja. Dan heb je daar gewoon geen last van. Nee, kan je een soort uitzetten. Je komt zo aan, helemaal vol, maar dan spuiten ze allemaal otrivin in je en desnoods nog een griepprik, want je moet gewoon door 41 graden koorts. Maar je hebt helemaal geen last, je komt thuis maal twee, ben je dan ziek. Maar de hele dag ben je oké. Een van de dingen waar we natuurlijk ook ontzettend van jou genoten hebben was, wie is de mol? Ja, jammer dat wij dat niet samen in een seizoen zijn. Ja, dan draait het niet nog. Maar wat was jouw kick daar? Want daar zat de je hele ook dag vol energie. Het was zelfs zo erg, dat je hebt daar de dagboekkamer, dan moet je praten, daar zeg je hoe het zat. En dan heb ik de eerste week heb ik ook gelogen in de dagboekkamer. Voor de regisseur en voor de makers. En die zeiden op een gegeven moment, Tycho, het is handig als je gewoon ook zegt, hier, dit is een veilige ruimte. Hier kan je je ei kwijt. Want je hebt nu 7 lijntjes uitstaan. En we zien dat je langzaam ook een beetje in de bar raakt. Bakken aan worden. Ja. Ik sliep gewoon helemaal niet meer. Want ik kon de hele dag acteren. Want dan zei ik van, maar jongens, jullie weten wel dat ik de mol ben. Anders zou ik dit niet zo gespeeld hebben. Of niet. En dat ging de hele dag door. Dus je maakt jezelf echt helemaal gek. Maar ik vond dat echt... Ja, dat was 24 maar dat uur per dag grappig. Acteren. Er zijn namelijk deelnemers die spelen het spel en dan off-camera gaan ze gewoon met elkaar een biertje drinken. Maar jij was er zo een die dan echt de hele dag door bleef gaan? Alleen maar door ben. Met alles? Ja, ik heb ook echt daarna wel 2 weken gewoon op bed gelegen. Ja. Ik zat ook in de finale. De meeste mensen dachten dat ik de mol was. Maar ja. Uiteindelijk heeft Sophie van Enkum gewonnen. Ja, ja. En je kan nooit meer meedoen. Ah, het is altijd maar 1 keer. Ah, ja. The best of, zoiets. Ja, ja, misschien, dat zou ik nog wel een idee zijn. Bert moet in Wie is de Mol. Dat wil ik ook even gezegd hebben. Nou, kunnen jullie in actie starten? Ja, dat moet echt. Vind ik goed. Ik zou meteen gaan twijfelen of je het is. Misschien zitten we weer in Mol Talk in januari, februari. Dus sowieso. We kunnen altijd een bal opgooien. Bij deze. Ja? Nou, heel goed. We gaan naar de laatste vraag. Die is voor jullie alle drie hetzelfde. En omdat dit de laatste aflevering van het seizoen is, heb ik niet de vraag wat staat er in je agenda voor aankomende week. Maar heb ik als vraag, waar kijk je naar uit voor 2018? Ja. Bert. Nou ja, wat het eerste in mij opkomt, het meest persoonlijke wat er gaat gebeuren, is dat ik gewoon grootvader ga worden. Grootvader? Wow. Grootvader, mensen. Mijn dochter die vertelt dat ze zwanger is het afgelopen jaar. Wow. En die wordt een dag voor mijn verjaardag, is ze uitgerekend. Dus in maart komt er een klein hummeltje. En dat vind ik toch wel heel mooi. Gefeliciteerd. Alsof hij het heeft gedaan. Nee, maar wel leuk natuurlijk. Ja. Nee, dat is wel echt wel bijzonder. Ja. Ja. Ja, ja, maar ik zie dat het je ook een beetje emotioneert. Ja, ja. Ja. Omdat ik zat vanmorgen nog even naar mijn dochter te kijken. En het blijft altijd je kleine meisje en dan zit je samen met die dikke buik. Ja, het is heel apart. Ja, mooi. Bas. Ja, ik ga een beetje in dezelfde hoek zitten. Ik word nog geen grootvader. Maar niet nog een keer, toch? Nee. Maar mijn dochter gaat in 2018 voor het eerst naar school. Die zal dan 4 worden. Ja, helemaal. Ja, dat vind ik ook zo'n bijzonder moment. Ze gaat dan nu al wel naar de peuterschool, maar dan zal ze echt naar school. En dan zou je echt een beetje moeten laten gaan. En dat is voor het eerst voor mij dat ik dan mijn kind een beetje loslaat. Ja, jij bent al veel verder in natuurlijk. Ja. Maar daar zie ik nu al een beetje tegenop. Die ene dag dat je niet presenteert volgend jaar, weet je wel. Hij brengt zijn dochter naar school. Ja, hij brengt zijn dochter naar school. Ja, dat is dan, daar ga ik wel even een dagje voor. Ja, dat begrijp ik. Tycho. Ik hoop dat ik nog de serie die ik nu aan het draaien ben, nog aan het draaien ben. En wie weet, Dr. Tien is nog een nieuw seizoen. En er staan wat dingen op stapel, maar dat is verder niet zo interessant. Ja.
Daar kan ik niks over zeggen. Daar kan je ook voor niks zeggen. Stom is dat. Dat vind ik zo stom. Ja, dat kan begin volgens jou. Ik zit in jouw eerste uitzending en dan kan ik er alles over zeggen. Nou, dat is heel erg goed. En ik ga een reis maken naar Peru, naar Colombia, naar Curaçao en naar Bonaire. En ik ga naar mijn vrienden Edwin en Rob. En iedereen die jaloers is, die heeft gelijk. Dit was hem, de allerlaatste Frits van dit seizoen. Het waren 15 mooie afleveringen met bijzondere gasten. En volgend jaar dan gaan we daar gewoon mee door. Vanaf maart dan kunt u weer kijken naar het 11e seizoen van Frits. Ik hoop dat u er dan ook weer bij bent. Namens het hele team van Frits wens ik u fijne kerstdagen en een sprankelend, gelukkig en gezond 2018. Deze uitzending kunt u, net als alle andere afleveringen, terugzien op onze website. En u kunt ons de hele week volgen op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Graag tot volgend jaar. Dag!